In Suriname is een ware goudkoorts losgebarsten als gevolg van de coronacrisis en de economische neergang. En het zijn vooral Brazilianen die hun geluk komen beproeven. De prijs van goud is hoog en diep in het regenwoud is nauwelijks toezicht van de Surinaamse autoriteiten. De Braziliaanse goudzoeker Dennis Morau trok te midden van COVID probleemloos naar het diepe binnenland van Suriname. Om maar één reden. Aqui tem mais oportunidade para conseguir tanto dinheiro, trabalhar, tem mais oportunidade do que no Brasil. Dus hier heb ik 5 gram, ik kan even zien. 5 gram en de dagprijs dat we opkopen is 45, dus is 5,1 gram maal 45, dat is 229,50 euro. Braziliaanse goudzoekers, de garimpeiros, komen al decennia lang naar Suriname. De goudprijs steeg het afgelopen jaar, want het is een veilige belegging in deze COVID- en crisistijden. En dat trok nog meer garimpeiros naar Suriname. Er zijn naar schatting al zo'n 30.000 vooral illegale goudzoekers. Hier hebben ze meer kans om snel geld te verdienen. Er is geen controle en milieuregels ontbreken. O país é pequeno e o reforço aqui dentro e eu digo é o problema de muito o financeiro. Não sei como é que vem porque é muito difícil. Goudzoeker en ondernemer Cabiluro Torres was 12 jaar geleden de tweede bewoner van dit goudzoekersdorp. Nu heeft het dorp zo'n 1000 Brazilianen. Er zijn restaurants, bordelen en een eigen smelterij. Dat goudwinning steeds groter wordt, zie je ook in Paramaribo. Alles wat je hier ziet heeft te maken met goud. De Braziliaanse winkels, de goudopkoopbedrijven en de graafmachines. Maar Suriname loopt inkomsten mis, want de Brazilianen sturen hun geld naar huis, naar Brazilië. En ze betalen geen belasting. De nieuwe president Santokki wil achter de goudinkomsten aan en hij wil dat er orde komt in de goudwinning. Dat mensen zodanig voorzieningen en faciliteiten gaan krijgen dat ze legaal kunnen werken en dat ze belasting gaan betalen. Dat er een systeem is van goed monitoring vanaf de personen die daar werken tot en met export van goud. Voorgaande regeringen deden deze belofte ook al en een concreet plan is er nog niet. Ondertussen blijft de aantrekkingskracht van het goud onverminderd groot en komen er steeds nieuwe goudzoekers naar Suriname.